Yo mensen, Shipoep hier en welkom bij een gloednieuwe serie op mijn kanaal. Ik ben hier best enthousiast over, ik vind het zelf een geweldig idee, dus ik ga los met de deur in huis vallen. Wij gaan samen Pokémon Fire Red spelen, in deze best wel knappe layout, al zeg ik het zelf. Deze wordt een geweldig tripje, gewoon super chill, vol droge humor en spanning, maar met een twist. Want deze is niet zomaar een Pokémon spel, nee, deze is Pokémon Fire Red. Maar dan met grieten. Alle Pokémon zijn vervangen door schattige anime meisjes. Dus dat is een compleet ander spel, hè? Wij gaan proberen een harem te maken en we gaan strijden voor beste harem ter wereld. Voor het geval dat niemand anime kent, een harem is ene kerel met meerdere meisjes. Ongeveer wat eigenlijk het originele doel was in het leven, maar ja, polygamie, daar hebben ze dan weer verboden. Want anders zit er een gulzige vetzak. En dan vroegen wij af waarom dat iedereen naar Vikings kijkt. Allee, ja. Alles wat Pokémon, maar dan met meisjes, dat is gewoon geniaal. Dat is een super idee. Hoe in godsnaam kunnen we dat nog beter maken? Simpel, door dat gewoon nog een twist te geven. Inderdaad, een video met een twist in een twist. We gaan het nog wat extra spannend maken, want tijdens dit spel doen wij ook nog een Nuzlocke. Voor de mensen die weer al onder een steen hebben geleefd, een Nuzlocke zijn regels die dat je zelf opstelt tijdens een Pokémon spel om het wat moeilijker te maken. En die regels zijn als volgt. Als een Pokémon feint, dus 0 HP bereikt, dan is die dood en kunnen we die nooit meer gebruiken. Je mocht in elke route maar 1 Pokémon vangen en dat moet de eerste Pokémon zijn dat je tegenkomt. Loop de weg of kill de dier, dan kun je geen Pokémon meer vangen op die route. Sinds dit een harem is, vangen we enkel vrouwtjes. Dus is onze eerste Pokémon dat we tegenkomen een manneke, dan hebben we pech. En we geven elk beestje een naam, zodat we een band kunnen scheppen met deze virtueel schepsel en emotie kunnen tonen wanneer die sterft aan een critical hit. Dat zijn zowat de belangrijkste regels tijdens een Nuzlocke. We kunnen ook nog extra regels instellen zoals niks kopen op de markt of TM's maar één keer gebruiken. Allee, ja, af en toe zal ik jullie ook laten beslissen wat we gaan doen. En een beetje interactie. En als jullie nog goede ideeën hebben, moeten we mij altijd laten weten. En zijn al ons beesten dood? Ja, dan is het game over. Voor zover de regels. Ik hoop dat jullie klaar zijn voor een epic avontuur. Als je een Pokémon fan bent, geef deze dan zeker een like. En ik zou zeggen, houd alle vast voor het zotste Pokémon tripje van alle leven. Let's go. En ons verhaaltje begint bij de professor. Nu, deze is geen playthrough, hè. Ik ga alles filmen, maar de saaie stukjes ga ik er wel uitknippen, zodat er een beetje tempo zit in deze video's, hè. Oh, check. Dat is zo fucking cute. Dat is toch bangelijk, what the fuck. Oh, dat is echt tof. Ik weet niet hoe dat die er gaan uitzien. Ik ben echt benieuwd hoe al die andere Pokémon er gaan uitzien en waar dat die evolueren en zo. Al wat ik weet is wat voor type dat die zijn. Now tell me, are you a boy or a girl? We zullen eens checken, hè. Zou dat tellen als jongen? Let's begin with your name. What is it? Mijn naam is natuurlijk Shipoopy. Dat is allemaal in grote letters. Kunnen we dat niet in kleine letters zetten? Ja. Ah, voilà, hè. Jezus, hè. Dat is misschien een beetje beter. Nee, wacht! Oh my god. Your name. Nee, mijn naam is niet Shipoos, for fuck's sake. Voilà. Right? So your name is Shipoop, want er waren te weinig letters. This is my grandson. He's been your rival since you both were babies. Who the fuck can that? Hoe kunnen er een rivalen zijn dat je baby's hebt? What is his name? Lap, die mens weet zelfs de naam niet van zijn eigen kleinzoon. Seniele mens. Allee, we zullen die dan zelf maar een naam geven. We zullen die Danny noemen, hè? Dat lijkt me wel heel gepast. Was it Danny? Ja, ik ben vrij zeker. That's right, hè? Ja, nu ineens weet dat wel, hè? Zeverer. Shipoop. Your very own Pokémon legend is about to unfold. A world of dreams and adventures with Pokémon awaits. Let's go! En dames en heren, we zijn vertrokken. We beginnen in ons kamer. En het eerste dat we gaan doen is... die potion uit de PC halen. Want wat denk je wel? Ik denk ik geen noobs en hardcore Pokémon fan, jongen! Echt, man. Right, all boys leave home someday. Ja, maar niet als ze 10 jaar zijn. It said so on TV. Oh, maar als een TV tegenzegt, dan zal het wel juist zijn, hè. Het is duidelijk dat een TV me eigenlijk heeft opgevoed in plaats van ja. Het is ermee dat we maar in een slopkamer hebben en meer planten dan meubels. Fucking stomme koei van een moeder. Hey, wait, don't go out. Oeh, pas op voor het gras. Het is blijkbaar niet veilig zonder een Pokémon. Wat dan weer de vraag stelt, hoe gaan mensen dan zonder een Pokémon uit deze klein dorpje? Een dorpje dat bestaat uit 2 hazen en een lab. Die mensen zitten gewoon vast in dat dorp, want die hebben geen Pokémon. Oh, hier zit een Danny is er ook. Die is blijkbaar ongeduldig.
Here's your poop, there are 3 Pokémon here. Haha. The Pokémon are held inside the Pokéballs. You can have one. Yay! Okay, dus we mogen onze eerste Pokémon kiezen. Bam. Danny, wacht nou eens even, zeg, laat mij eerst kiezen. Dus we kunnen kiezen tussen het grasgrietje. We kunnen kiezen tussen het watergrietje. Ook wel schattig. En we kunnen kiezen tussen het vuurgrietje. Die ziet er een beetje pittiger uit. Ik denk dat ik gewoon voor de schattigste ga. En dat is het grastype. Ook gewoon voor het feit dat niemand een Bulbasaur pakt. Yes! This Pokémon is really quite an energetic. Received a Bulbasaur! Yay! Want ik geef het een nickname, uiteraard. En natuurlijk had hij als best het voordeligste type kiezen, motherfucker. My Pokémon looks a lot tougher than yours. Ja, hoe zou dat nou komen? En natuurlijk wilt hij direct beginnen vechten. Ja, dat zal wel zijn. Jongen, je ziet, die is echt een Danny, hè. Allee. Nu moet ik zien dat ik dat eerste gevecht al niet verlies. Want, ja, dan is het al game over. Dus. Go, Leafy. Want zo heb ik mijn Pokémon genoemd, hè. Plant, Leafy. Je snapt het wel. Ik ga gewoon beginnen growlen. Dus het lijkt mij gewoon de slimste. En dan wil ik die mens gewoon tackelen totdat hem dood is, hè. At an advantage. Ja, dat weet ik. Anders had ik het niet gedaan, hè. Tackle! Oh, mijn gast op mij met de krabben. Tackle! Geen krikkel hit, geen krikkel hit. Tackle! Stop met krabben! Hoe kan je nou ineens sneller zijn als ik? Tackle! Dan is ik weer sneller. Dat slaat erop. Allee, jongen, waarom is hij niet dood? Spannend! Gewonnen! Leafy gained 69 XP points. Haha, 69! En Shippoop got 80 Pokédollars, denk ik dat dat is, voor winning. Wat eigenlijk wel grappig is, die mens moet mij geld geven omdat hem verloren is in een Pokémon gevecht. Echt zo van, yes, ik heb gewonnen! Dokke! Zeg, Bompa, is dat daar zo'n Pokédex daar zo'n beetje zo? Zou ik die dan niet gewoon nu kunnen krijgen? Allee, ik weet dat ik normaal over in het weer moet gaan, maar allee, kunnen we dat even skippen? Want, allee, snap ik, heb het vrij druk sinds dat ik 150 beesten moet vangen voor u. Dus het zou wel handig zijn moesten mij dat gewoon nageven. Alright, I have a request for you too. On the disc here is my invention, de Pokédex. Ah, dank je, een beetje vooruit gaan. Yay, en 5 Pokéballs. Shippoopy put the Pokéballs in the Pokéballs pocket. Zeg dat maar eens 5 keer achter elkaar, zeg. Put the Pokéballs in the Pokéballs pocket. 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 Put the Pokéballs. Oh man, bang! Ah! Shippoop, I hate to say it, but you won't be necessary for this. I know, I'll borrow a time map from my sis. I'll tell her not to lend you one. Fucking hackle. Oh ja? Hey Daisy. Ik ben hier voor de map. Dank u Daisy. Merci voor de touwmap. En dat andere ding ook. Dus, hier begint het dan. Ons avontuur. Ikke, Golle en onze main bitch. Leafy. Misschien toch eens langs de mama gaan voordat we vertrekken. Oké, mam. Ja, ik heb maar een Pokémon gekregen. Dus, ja, dan ben ik maar weg zeker. Ikke, 10-jarig ventje, helemaal in mijn eentje, de ware wereld in. Nog laatste woorden aan uw zoon. You should take a quick rest. Oh good, you and your Pokémon are looking great. Take care now. Serieus? Dat is het of wat? Dat is het! Dat mens zegt letterlijk tegen haar zoon, ah, jij nieuwe Pokémon zien er wel goed uit. Allee, salut, hè.
Wat voor een moeder zit je eigenlijk? Jij stuurt uw enige zoon van 10 jaar voor de duidelijkheid. Deze was ik toen ik 10 was. Hè? Deze onschuldig schattig vindje waar jij de wijde wereld in sturen met een beest dat ik juist heb gekregen om andere beesten te bevechten. Maar dat is blijkbaar heel gevaarlijk om nog maar een stap te zitten op een grasplikje. Wie weet wat kom ik nog allemaal tegen onderweg. Ik heb zelfs geen telefoon bij ofzo. En al wat jij te zeggen het is... Allee, doe dat goed, hè. Salut. Oké, weet je, misschien is het wel beter dat ik gewoon vertrek. En ik hoop, hè, ik hoop dat in heel dat spel jij nooit met je dikke reet van die stoel komt. Salut en merci voor niks. Stomme. En dat was het voorlopig voor de eerste video van Moemon Fire Red. Ik hoop dat je het tot nu toe goed vond. Als je deze een goed idee vond en enthousiast zijn voor meer, laat dan zeker een like achter. Voor de rest, mannen, merci voor het kijken en nog een prettige dag.